De regionale gezondheidsdienst zal worden geëvalueerd. De operationele kosten en de subsidie aan deze dienst zijn bijzonder hoog. Dat zegt minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. De bewindsman wil de diensten zodanig reguleren dat het minder drukt op de staatskosten. Ja, kijk, bij RGD's namelijk, er zijn hoogoplopende kosten. Er zijn ook exploitatiekosten. We moeten met z'n allen goed gaan kijken naar de RGD. De RGD heeft een operatie kost hun veel geld. Ze hebben veel operationele kosten. En in de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat ze hun diensten ook hebben uitgebreid. Met name door apotheken en laboratoria op te zetten. En we moeten goed kijken als die zaken nog rendabel zijn. Primair moet de RGD is de grootste eerste lijnsorganisatie. Daar werken er 113 artsen, als ik het goed heb. En er zijn een heleboel polyklinieken in elk district in de kustvlakte. En we moeten daarop focussen. In de afgelopen jaren heeft de RGD haar diensten uitgebreid. Onder andere houdt het orgaan zich bezig met laboratoriumwerkzaamheden en het verkopen van medicamenten. Ook deze diensten zullen worden geëvalueerd. En we weten ook dat laboratoria en apotheken heel veel geld kosten om te draaien. De investeringen zijn groot, personele kosten zijn hoog. En je afname van je producten, dus van je product, moet rendabel zijn. Dus je moet genoeg afzet hebben van medicatie, je moet genoeg labdiensten kunnen aanbieden. En als we dat niet kunnen doen, en als structureel merken dat daar staat een negatief balans tegenover staat, dan moeten wij, vanwege het feit dat wij grote financiële problemen hebben, en vanwege het feit dat we de subsidie aan de RGD steeds hoger zien worden, moeten wij dat soort van diensten misschien gaan overwegen om te sluiten tijdelijk. En dan met een ander plan komen. Maar feit is dat de RGD, net als alle andere instellingen, ook onze aandacht heeft. Tot zover de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadien. Hij wil ook bij de RGD bezuinigingsmaatregelen toepassen.